Hoi, leuk dat je kijkt naar een video van mij. Vandaag heb ik een make-up look voor jullie en ik gebruik alleen maar producten van de Action. De Action heeft zijn assortiment wat uitgebreid met wat nieuwe producten. Die heb je al eerder in een shoplog voorbij kunnen zien komen van mij. En vandaag maak ik dus gewoon een complete look met alleen maar producten van de Action. Dus als je benieuwd bent hoe ik deze look heb gemaakt en welke producten ik heb gebruikt, zou ik zeggen, kijk gezellig even mee. Ik begin met een face primer en dit is de Illuminating Skin Smoothing. Die breng ik gewoon aan op mijn hele gezicht met een dun laagje. Dan is het tijd voor concealer en ik gebruik een concealer stick. Er staat geen kleur op, maar het is gewoon een huidskleurtje. Daarna breng ik de CC cream aan. Dit is in de kleur medium. En die blend ik goed in mijn gezicht in. Dan breng ik poeder aan over mijn gehele gezicht. Ik gebruik de kleur 261 Nude. Daarna gebruik ik de contourstick. Ik begin met het contourgedeelte en eigenlijk is dit gewoon een bronzer in stickvorm. En deze gebruik ik alleen op mijn gezicht, op mijn wangen. Omdat ik graag ook een beetje mijn voorhoofd en mijn kaak wil contouren, gebruik ik een bronzer. En deze is gewoon van de Action, maar het is van het merk Fizz.
En deze vind je gewoon bij de make-up in het make-up shop van de Action. Dan breng ik blush aan. Dit is de Mineral Blush. De kleur is 862 roze. Ik moet wel even heel goed de kwast aftikken, want als ik hem niet aftik, dan krijg ik echt een heel erg roze gezicht en dat wil ik niet. De blush blend ik extra in. Dan pak ik opnieuw de contour stick en dan gebruik ik het highlight gedeelte. En hiermee breng ik wat highlight aan op mijn jukbeenderen. Boven mijn lip en op mijn neus. Overigens moet je de contourstick, als je deze gebruikt, wel wat beter uitvegen. Dat is zowel voor het contourgedeelte als voor de highlightgedeelte. Dan doe ik mijn wenkbrauwen. De kleur van het eyebrowpalet is light. En ik ga voor de donkere kleur in dit palet. Voor de oogschaduw gebruik ik het Nude Look 8 Colors palet. En ik begin met de eerste kleur uit dit palet. En deze breng ik aan in de binnenste ooghoek en op het wenkbrauwbod. Dan pak ik het derde kleurtje uit het palet en deze breng ik aan op mijn gehele ooglid. In de arcadeboog breng ik de vierde kleur uit dit palet aan en deze blend ik daarna ook goed in.
In de buitenste ooghoek gebruik ik de 7e kleur uit het palet. En deze breng ik dus in de buitenste ooghoek aan. En deze blend ik ook goed uit. Dan is het tijd voor eyeliner. Ik gebruik de double side eyeliner. Dit is dus een eyeliner met aan de ene kant een eyeliner pen en aan de andere kant een liquid eyeliner. En ik ga voor de liquid eyeliner. Op de waterlijn gebruik ik de waterproof eyeliner. Het heet eigenlijk een eyeliner, maar ik gebruik hem dus als oogpotlood. Voordat ik mascara aanbreng, krul ik mijn wimpers met een wimperkruller. Deze verkoopt de Action ook, maar deze die ik gebruik is overigens niet van de Action. De mascara die ik gebruik is de Volume Mascara en dit is overigens een duo pack. Die zit samen met de eyeliner in één verpakking. Voor mijn lippen gebruik ik ook een lipduo. Dit is de lipliner en de lipstick. En ik ga als eerste mijn lippen omlijnen met de lipliner. Overigens is dit de kleur Nude. En als laatste breng ik de lipstick aan op mijn lippen. Dit was dan weer de make-up look die ik maakte met alleen maar producten van de Action. Ik ben er zelf heel blij mee. Ik vind eigenlijk dat je voor gewoon een heel klein budget gewoon eigenlijk een hele leuke look kunt maken. Want nou, misschien dat alles bij elkaar 10, 12 euro heeft gekost en daar heb je dus dan een complete look mee. En ik vind de producten van de Action ook eigenlijk best wel fijn, dus... Ik heb er eigenlijk niks op aan te merken. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal en je wil op de hoogte blijven van mijn video's, dan zou ik zeggen abonneer je even op mijn kanaal. Het is helemaal gratis. Als je de video leuk vond, even een duimpje omhoog. Zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik je gewoon heel snel weer. Doeg!